Hi vissen, leuk dat je kijkt naar de Korte Week horoscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 33. En dat is van maandag 15 augustus tot en met zondag 21 augustus. Nou, de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week een week is waarin het heel belangrijk voor jou is dat je naar je gevoel blijft luisteren. En op het moment dat je dat doet, lijkt het je echt iets te kunnen gaan brengen. Er kan ook een stukje zijn wat even voor zorgt dat het wat pittig kan zijn. Of dat je het gevoel hebt dat je heel diep door je emoties moet. Maar het gaat je iets brengen. Het brengt je een hele mooie situatie waarbij je echt naar de toekomst mag gaan kijken en waarbij er een groei mag gaan zijn. En dus soms is het ook even zo dat de dingen anders lopen dan dat je graag had gezien. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het er slechter van wordt. Het is gewoon even wennen. Het is er even induiken. Het is je kansen zien en grijpen. En dat lijkt deze week echt op jouw lijf geschreven te zijn. Dus weet ook gewoon, vertrouw op je intuïtie, luister naar je gevoel en dat zal deze week jou echt zeker verder gaan helpen. Dit was weer de Korte Week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.